leuk, zeg. Er is een pakje voor ons gekomen. Er staat niks op, maar ja, het zal wel voor ons bestemd zijn, denk ik. Oh, wacht. Er ligt een brief bij. Oh, dat is een gedicht. Kijk, voor Lanny. Nou, dit is een kinderkrant met Lanny erbij, met flap uit erin. Dus ik moet Lanny maar vast roepen, hè. Lanny, er is een pakje voor je. Oh, wat leuk, zeg. En een gedicht. Domme pakjes. Ik heb er nog niet in gekeken, hoor. Nou, ik zal hem even voorlezen. Echt voor jou bestemd. Spanje, december 1979. Voor Lanny. Het cadeau van Sint voor Lanny hier geeft iedereen vast veel plezier. Sint heeft jouw naam erop gezet, maar alle kinderen opgelet. Het cadeau voor Lanny, het is geen vraag, is het knutselgrapje voor vandaag. Hartelijke groeten van Sint en Piet. Nou, ik ben wel erg benieuwd, hoor. Zo zit het in elkaar, het knutselgrapje. Dat zit hier dus voor in. Voor vandaag, het cadeau voor Lanny, het is geen vraag. Dat is een hele beste rijmbaar ja, geweest. Ja, nou, heel erg goed. Die zwarte Piet die dat gemaakt heeft. Nou, ik ben ook razend nieuwsgierig wat daarin zit. Ja, ik niet minder. Het is weliswaar morgen voor Sinterklaas natuurlijk, maar ja, morgen zijn we er niet, dus nee. Vandaar dat Sinterklaas ons nu bedacht heeft. En misschien doen de kinderen wel een ideetje op, jongens, dus goed opletten. Dat is niet zo gek, hè. Misschien moeten we dus even terugvouwen, anders kan niemand het zien wat erin zit. Ja, dat is nog wel. Kijk, dat is een doosje. Hey, er zit een pakkant op. Zal ik hem maar even doorknippen? Misschien moet je dat even doorknippen, ja. Oei! Oei. Dat is leuk, hé. Wat is dat nou? Een poppetje. Dat is een... Wat leuk. Dat noemen we een duffeltje in een doosje. Oh ja, daar kon ik niet op komen. Dat was het natuurlijk. Kijk, hupsakee. Nou, dat jongen, is... Jongen, leuk hoor. Dat is verschrikkelijk grappig. Ik denk dat ze erg benieuwd zijn. Nou... Dat zullen we straks eens even uitgebreid gaan bekijken. En dan zal ik je vertellen aan het eind van de kinderkrant hoe je dit kunt maken. Want Lanny had gelijk. Het is misschien wel een heel leuk ideetje om ter gelegenheid van Sinterklaas iemand nou eens een beetje voor de gek te houden. Want dat is het Sinterklaasfeest. Je geeft iemand een serieus cadeautje. Maar ook wel eens is dat een ideale gelegenheid om iemand eens een heel klein beetje voor de gek te houden. Nou, ik hoop dat je niet al te zeer geschrokken bent. Nou, valt wel mee hoor. Om nog gewoon verder te gaan. Mijn hart klopt nog steeds gewoon. Goed, nou... Dan gaan we naar Lanny luisteren die ons flap uit zal vertellen. En we beginnen deze keer weer niet met een Bijbelverhaal, want dat vormt weer een onderdeel van flap uit. Als Bas op een middag thuis komt, is Barbara een beetje in paniek. Oh Bas, na die regenbui vanochtend is het gaan lekker boven in de slaapkamer. En buiten heb ik gezien dat er een dakpan niet goed ligt. Je moet meteen de timmerman even waarschuwen. Ben je mal, zegt Bas, dat doe ik zelf. Nee toch, zegt Barbara, dat is veel te gevaarlijk. Gevaarlijk? Hoe kom je daar nou bij? Daar draai ik mijn hand toch zeker niet voor om, zegt Bas. Ik was vroeger niet voor niks de lenigste uit de klas. Oh, dat is niet waar, zegt Barbara, je zit vreselijk op te scheppen. Jij was helemaal zo lenig niet. Laatst zag ik nog een fotootje van je toen je fietsen leerde. Nou, je lag meer onder de fiets dan dat je erop zat. Ja, zegt Bas, maar toen ik het eenmaal kon, fietste ik iedereen eruit. En in het dakgoot klimmen, dat heb ik zo vaak gedaan, gewoon langs de regenpijp. Ik geloof er niks van, zegt Barbara, en volgens mij had je nog hoogtevrees ook. Hoe kom je daar nou bij? Zegt Bas verontwaardigd. Nou, vorig jaar op de Euromast durfde je niet eens naar beneden te kijken. Ja, zeg, de Euromast of de dakgoot, dat is me nogal niet een verschil. Nee, laat mij dat nou maar mooi even zelf opknappen. Dus heeft Bas even later de ladder gepakt en welgemoed klimt hij naar de dakgoot, terwijl Barbara angstig toekijkt. Zolang Bas naar boven klimt, is er niks aan de hand. Maar als hij bij de dakgoot gekomen is, slaat hem ineens de schrik om het hart. Moet ik nou nog hoger? Opeens is al zijn dapperheid verdwenen. Hij kijkt benauwd naar beneden. Barbara zal hem wel hard uitlachen, juist omdat hij zo opgeschept heeft over zichzelf. Maar niks hoor, als Bas even later met trillende knieën naast de ladder staat, is Barbara allang blij dat het allemaal goed afgelopen is. En Bas besluit om toch maar de timmerman te bellen.
Schep jij ook wel eens een beetje op? Of doe jij dat nooit? Het lijkt wel of iedereen daar wel eens behoefte aan heeft, hè? Moet je maar eens kijken. Ik ben groter dan jij, maar ik ben veel sterker. Ja, maar ik ben weer veel vlugger. Jij kan niet zo mooi tekenen als ik. Maar jij kan weer niet zo goed rekenen. Ja, maar ik schrijf veel mooier dan jij. Ik heb heel veel speelgoed, maar ik heb een hond. Oh, dat is nog niks. Ik heb lekker een pony. Ja, zo gaat dat vaak, hè? Het lijkt wel een wedstrijd. En hoe meer je hebt, en hoe meer je durft, en hoe meer je kunt, hoe belangrijker je bent. Is je dat wel eens opgevallen? Op school, in de sport, op het werk en in de politiek. Overal zie je mensen hun best doen om zo belangrijk mogelijk te zijn. Zo vind jij dat juist wel goed. En waarom dan wel? Anders bereik je niks. Oh, wacht eens even. Ik geloof dat ik begrijp wat je bedoelt. Je denkt dat je een beetje eerzucht of hebzucht nodig hebt om wat te bereiken in het leven. Nou, daar zit natuurlijk wel wat in. Er zullen bijvoorbeeld heel wat jongens en meisjes zijn die ontzettend hard hun best doen op school, alleen maar uit eerzucht om de beste van de klas te zijn. Ja, dat is zo. Dan bereik je tenminste wat. Mensen die eerzuchtig zijn of altijd meer willen hebben dan een ander, krijgen vaak een heleboel voor elkaar. Maar heeft dat geen nadelen, dacht je? Nou, kijk eens om je heen. Omdat de meeste mensen toch wel eerzuchtig zijn en steeds meer willen bereiken, zijn ze op de duur tot alles in staat. Ze liegen en bedriegen. Ze maken ruzie en ze zijn jaloers als een ander het een beetje beter heeft dan zij. En in het groot is het toch precies eender. Waarom dacht je dat er bewapening is en oorlog? Alleen maar omdat het ene land nog belangrijker en sterker en rijker wil zijn dan het andere. En met dictators is het nog erger. Die zijn er alleen maar op uit om zelf zo belangrijk mogelijk te zijn. En het kan ze niet schelen hoeveel mensenlevens het kost. Weet je, als je het goed bekijkt, hangt alles eigenlijk van hebzucht en eerzucht aan elkaar. En daarom is het zo'n rommel in de wereld. Is iedereen niet zo? Nou, eigenlijk wel hoor. De een wat meer, de ander wat minder. Behalve één, dat is de Heere Jezus. Ja, de Heere Jezus wil de allerbelangrijkste zijn, dat is zo. Maar dan wel op een heel andere manier. Moet je maar eens kijken naar het Bijbelverhaal dat nu komt. Het is druk op de weg. Veel drukker dan anders. Is het voor een bezoekje aan familie dat er zoveel mensen op pad zijn? Of komt het door het mooie weer? Nee, geen van beide. Al die mensen zijn op reis. Kijk maar naar hun bagage. Ze zijn op reis naar Jeruzalem. Uit alle hoeken en gaten van het land Israël trekken de mensen naar de hoofdstad om samen het paasfeest te vieren. Daar wil iedereen bij zijn. Elk jaar als het kan. Al maanden van tevoren zien de mensen er naar uit. En die paar dagen lopen, die hebben ze er best voor over. Dat zijn ze wel gewend. Als je geld genoeg hebt, rijd je misschien op een ezeltje of een kameel. Maar lopend gaat het ook. En als je denkt aan het einddoel van de reis, Jeruzalem, dan voel je je vermoeide voeten niet meer. Ook Jezus en zijn vrienden zijn op weg naar Jeruzalem. Verheugen ze zich ook op het feest? De leerlingen wel, nou en of. Meer nog dan vorige jaren. Ze hopen dat dit paasfeest het mooiste van alle paasfeesten zal worden. Ze praten er 100 uit over met elkaar. Misschien wordt dit paasfeest het feest van de grote bevrijding, zegt de een tegen de ander. Dan komt alles in orde. Dan wordt het weer net als in de tijd van koning David en Salomo. Dan wordt Israël weer één groot machtig land met Jezus als koning. Ook verderop praten ze erover. Het lijkt me een prachtige gelegenheid straks op het feest. Iedereen is in Jeruzalem en veel mensen geloven al in Jezus. Nou, als Jezus die kans niet aangrijpt, dan weet ik het niet. Alleen de leiders in Jeruzalem moeten niet van hem hebben, zegt de ander. Daar zullen we nog voor op moeten passen. Ja, daarom moet Jezus ook niet langer wachten, want de leiders loeren erop om hem gevangen te nemen. Midden in de groep loopt Jezus. Alleen. Merkt hij niet waarover de leerlingen het met elkaar hebben? Ja, hij merkt het wel degelijk. Maar hij is er niet blij over.
Al eerder heeft hij zijn leerlingen verteld dat het anders zal gaan dan zij verwachten. Hij zal het ze nog eens vertellen. Rechtuit. Jezus roept zijn vrienden bij zich langs de kant van de weg. Luister, vrienden, zegt hij. Ik zal jullie vertellen wat er in Jeruzalem gaat gebeuren. Ik zal gevangen genomen worden. En de leiders zullen me ter dood veroordelen. Ze zullen me bespotten, geeselen en kruisigen. Maar na 3 dagen zal ik weer opstaan uit de dood. De leerlingen luisteren maar met 1 oor. Ze zijn zo in beslag genomen door hun eigen gedachten dat de woorden van Jezus niet tot hen door lijken te dringen. Natuurlijk zal het moeilijk worden, dat snappen ze ook wel. Maar dat sterven? Onmogelijk. Hoe zou dat kunnen gebeuren met de Zoon van God, de grote redder? Nee, dat is te somber gedacht allemaal. Ze begrijpen het niet. En ze willen het ook niet begrijpen. Ze gaan gewoon door waar ze met hun gedachten gebleven waren. Bij de mensen die met Jezus naar Jeruzalem reizen, zijn niet alleen zijn 12 leerlingen. Ook anderen trekken mee, zoals Salome, de moeder van de broers Johannes en Jacobus. Ook zij droomt van de dingen die straks zullen gebeuren. Jezus zal koning zijn. En haar zoons? Horen die niet bij Jezus' beste vrienden? Zullen die dan niet zijn naaste medewerkers worden? Ze glimt van trots, bij de gedachte alleen al. Stel je voor, haar zoons op zulke hoge posities. Opeens krijgt ze een idee. Zou ze geen goed woordje voor ze mogen doen bij Jezus? Natuurlijk, als moeder kan ze dat gerust doen. Als er even gerust wordt, gaat Salome naar Jezus toe. Heere, zegt ze, terwijl ze voor Jezus neerknielt alsof hij al koning is. Heere, zegt u toch dat mijn zoons links en rechts van uw troon zullen zitten als uw koninkrijk is aangebroken? Jezus luistert met verdriet naar haar vraag. Zijn vrienden hebben dus niets begrepen van wat hij verteld heeft. Ook Salome niet. Dat blijkt nu wel. Je weet niet wat je vraagt, Salome, zegt Jezus. De anderen hebben de vraag van Salome ook gehoord. Ze kijken boos naar de 2 broers. Die willen eventjes de mooiste baantjes inpikken. Die hebben hun moeder erop afgestuurd. Jezus zal hen toch niet vergeten? Jullie weten niet wat je vraagt, zegt Jezus nog eens. Kunnen jullie het lijden verdragen dat ik zal moeten verdragen? Oh, jawel, zeggen ze. Het zal moeilijk worden straks in Jeruzalem, zeker. Maar Jezus kan op hen rekenen. En als God maakt dat Jezus koning wordt, dan zal alles gauw voorbij zijn. Zo denken ze. Jezus knikt bedachtzaam. Ja, jullie zullen het kunnen. Maar hij bedoelt niet straks in Jeruzalem, maar later, als alles voorbij is en Jezus naar de hemel teruggekeerd zal zijn. Nu hebben ze nog niet in de gaten dat het rijk van Jezus heel anders zal zijn dan een koninkrijk dat zij op aarde gewend zijn. Jezus probeert er nog iets van uit te leggen. Als mijn koninkrijk aanbreekt, dan maak ik niet uit wie mijn naaste medewerkers zijn. Dat bepaalt God, de Vader. En in het koninkrijk van mij gaat het nu eenmaal heel anders toe dan in de koninkrijken van deze wereld. Daarin ben je het belangrijkst als je macht hebt over anderen en wanneer je anderen kunt commanderen. Maar wie op die manier de grootste wil zijn, die wordt de allerkleinste. Ikzelf ben ook niet in de wereld gekomen om me door anderen als een koning te laten dienen, maar om zelf te dienen en mijn leven op te offeren voor anderen. Jullie hebben daarvan voldoende gezien om dat te weten. Begrijpen de leerlingen het? Nee. Een paar dagen later zal Jezus het met een voorbeeld nog duidelijker proberen uit te leggen. Als ze onderweg langs een korenveld lopen, plukt Jezus een halm. Hij wijst op de korrels in zijn hand. Op welke manier kun je uit 1 graankorrel 100 nieuwe korrels krijgen? Door hem te zaaien in de grond, zegt prompt een van de leerlingen. Precies, zegt Jezus. De graankorrels moeten sterven in de grond. En pas daarna kan er nieuw leven uit de voorschijn komen. Uit elke korrel zal een aar met 10 nieuwe korrels groeien. Maar als de graankorrels niet eerst sterven in de grond, gebeurt er niks. Met dit voorbeeld probeert de Heer Jezus zijn leerlingen nog eens uit te leggen dat hij nu nog geen koning kan worden. Maar dat er eerst iets heel anders moet gebeuren. Hij kan geen koning worden over mensen die nog vol zijn van verkeerde dingen en daarvoor straf verdienen.
Daar wil hij ze eerst van bevrijden. En de enige mogelijkheid is dat hij dan zelf die straf voor ze zal dragen, door te sterven aan het kruis. En door uit de dood op te staan, zal hij dan aan iedereen een nieuw leven kunnen geven. En weet je wie er dan uiteindelijk groot zullen zijn in mijn koninkrijk? Zij die, net als ik, hun leven over hebben voor de anderen, om ze de blijde boodschap te vertellen over dat nieuwe leven. De leerlingen begrijpen het nog niet. Het is ook zo heel anders dan ze zich voorgesteld hadden. Maar als ze een paar weken verder zijn, zal het ze helemaal duidelijk worden wat Jezus bedoelde. Dan zal alles precies zo gebeurd zijn als Jezus had aangekondigd. Dan zal hij teruggekeerd zijn naar de hemel, maar niet zonder beloofd te hebben dat hij eens als koning terug zal keren. En dan zullen ze ook gemerkt hebben dat het met hen niet anders zal gaan dan met Jezus zelf. Diezelfde Jacobus en Johannes, die zo graag de hoogste plaats wilden hebben, zitten dan zelf in de gevangenis, samen met de anderen. Jullie kunnen dat lijden doorstaan, had Jezus gezegd. En het bleek waar te zijn. Ook al zaten ze in de gevangenis, ze waren niet bedroefd of verslagen. Jezus zelf was bij hen. Hij had meer geleden dan zij om de mensen te helpen. Als geen ander kon hij met hen meevoelen. En bovendien zou dit lijden ook op een of andere manier meewerken aan het grote doel dat de Heere Jezus met de wereld heeft. Dat gebeurde toen en dat gebeurt nog steeds. Als mensen bereid zijn een dienaar van Jezus te zijn en het lijden wat dat met zich meebrengt te dragen, dat brengt altijd weer rijke vrucht voort. Nou, je hebt zeker wel gezien dat er in het koninkrijk van de Heer Jezus geen plaats is voor hebzucht en eerzucht. Dat zijn nu juist de dingen waar we van verlost moeten worden als we bij hem horen. Want wat daar de gevolgen van zijn, hebben we in het begin al gezien. Haat en nijd en jaloezie en zelfs oorlog. Ja, je wilt ook wat bereiken in de wereld. Maar waarom wil je dat bereiken? Wil je dat omdat je eerzuchtig bent en graag meer wilt zijn dan een ander? Of wil je dat om later anderen beter te kunnen helpen en bruikbaarder te zijn voor de Heer Jezus? Want dat is natuurlijk een heel verschil. Weet je, als we bij de Heer Jezus horen, dan is het de bedoeling dat we een voorbeeld aan hem nemen. Hij deed niet zijn best om zelf zo belangrijk mogelijk te worden, maar hij offerde alles wat hij had op om anderen gelukkig te maken. Ja, hij was zelfs niet bang om zijn heerlijkheid daarvoor op te geven. Voordat de Heer Jezus op aarde kwam, had hij dezelfde heerlijkheid als God, zijn Vader. Hij was zelfs aan God gelijk. Maar hij gaf al die heerlijkheid op om als een gewoon kind geboren te worden. En dan niet in een voorname familie, nee, in een heel eenvoudig gezin. En een smerige stal was de plaats waar hij ter wereld kwam. Hij is een hulpeloze baby geweest, en een kleuter, en een kind, net als wij. Daarom kan hij ons zo goed begrijpen, want hij heeft alles zelf meegemaakt. En toen de Heer Jezus volwassen was, deed hij niet anders dan de mensen helpen en ze vertellen over God, zijn Vader. Maar het geweldigste kwam daarna, toen hij al de zonde, al de verkeerde dingen van de mensen, in zijn eigen lichaam aan het kruis bracht. Daar heeft hij gehangen als de ergste misdadiger, met onze zonden, terwijl hij zelf nooit iets verkeerds had gedaan. En toen hij daar met onze zonden hing, heeft zijn Vader hem verlaten. Zo heeft hij de straf gedragen die wij met z'n allen verdienen. Zo diep heeft de Heer Jezus zich willen vernederen om het mogelijk te maken dat jij en ik kinderen van zijn Vader zouden kunnen worden. Maar nu is de Heer Jezus echt de allerbelangrijkste. Want nadat hij alles had gedaan wat voor ons nodig was, heeft zijn Vader hem uit de dood opgewekt en hem de allerhoogste plaats gegeven in het hele heelal. Hij werd dus niet de allerbelangrijkste door er op een oneerlijke manier voor te vechten, maar door zichzelf op te offeren. En dat deed hij niet voor zichzelf, maar voor ons. Daarvoor mogen we hem dus wel heel erg dankbaar zijn. En hoe kunnen we dat nou het beste laten merken? Ja, door een voorbeeld aan hem te nemen. Nee, dat kunnen we niet. Maar wist je dat de Heere Jezus dat ook van zichzelf zei, dat hij dat niet kon? Kijk maar.
De zoon kan niets doen van zichzelf, zei hij. Maar hij zei er ook nog iets bij. Of hij moet het de vader zien doen. Dat was zijn geheim. Hij deed niets op eigen houtje, maar hij deed alles samen met God, zijn vader. Die gaf hem de kracht en alles wat hij nodig had om op aarde als een echte zoon van zijn vader te kunnen leven. En wat God voor de Heer Jezus deed, dat wil hij nu ook voor ons doen. Dan doe je op school en op je werk en in de kerk niet meer je best om zelf zo belangrijk mogelijk te worden. Nee, dan doe je dat omdat God zo goed voor je is en je een kind van hem mag zijn. En dan zal hij je ook goed kunnen gebruiken voor al het werk wat er nog gedaan moet worden voordat de Heer Jezus terugkomt. En dan is hier de nieuwe puzzel. Het is, zoals meestal, weer een rebus. Kijk goed naar de tekeningetjes en vervang de letters op de manier die aangegeven staat. We zullen hem even laten staan, dan heb je de tijd om het op te lossen of op te schrijven. Ja, dan moet ik je nu nog even uitleggen hoe je dat malle springding, springpoppetje, nou maakt. Nou, je hebt nog een dag de tijd als je iemand morgen op het Sinterklaasfeest met deze surprise wil verrassen. Dan kun je natuurlijk nog een cadeautje inpakken in het onderste kopertje. Kun je een cadeautje doen of iets dergelijks en dan maar mooi iemand aan het schrikken maken. Nou, wat heb je nodig? Je hebt een pingpongbal nodig. Het zou ook met iets anders kunnen. Je hebt tegenwoordig van die speciale handwerkbolletjes, maar een pingpongbal is denk ik makkelijker te krijgen. En 3 closetrolletjes. Zo. Die kan erin en dan moet ik deze natuurlijk nog iets kleiner maken. Nog kleiner dan deze, want daar moet je natuurlijk in passen. Dus ik knip er nu een nog groter stuk uit, 2 keer zo groot als daarnet. En dan maak ik een nog kleiner kokertje. Ik denk zelfs dat ik er nog een stukje af moet halen. Nou, dan moet je dus gewoon even proberen of hij klein genoeg is. Nou wil hij er wel in. En ook weer met een plakbandje maak je ze aan elkaar. Dan wil hij niet zo heel erg mooi rond meer worden. Maar dat gaat toch nog wel. Nou, zover ben ik nou. Maar hoe krijg ik ze nou aan elkaar zo dat ze ook uit elkaar springen? Nou, dat doe ik zo. Ik neem de tweede, de middelste. En daar boor ik onderaan in de zijkant met de punt van de schaar een gaatje. Aan de ene kant, een beetje ruim gaatje. En aan de andere kant. Zo, dat komt straks zo. En die komt dan natuurlijk weer daar. Dan neem ik een stuk elastiek. En dat steek ik door het gaatje. Ik hoop dat je het allemaal nog goed kunt volgen. En dat wurm ik daar aan de binnenkant dan door het volgende gaatje. Maar van binnenuit is dat altijd een beetje moeilijker. Dus maak ik dat gaatje even wat wijder. Zo. Daar komt hij. En nou doe ik het volgende. Nou ga ik die 2 slipjes elastiek die ik heb, die ga ik op dit doosje plakken met plakband ook weer. En nou moet je wel opletten dat je dat heel erg stevig doet.
Want omdat je dat pakje een heel tijdje wegzet, hè, je maakt het vanavond en morgenavond geef je het aan iemand, of morgenochtend, dan blijft het al die tijd onder spanning zitten. En als je het dan niet goed hebt gemaakt, dan springt het vannacht los en dan werkt het morgen niet als degene aan wie je het toegedacht had dat pakje openmaakt. Nou, dat doe je aan die kant ook. Zo, nou doe je hem nog even terug. Dan weet je zeker dat hij stevig zit. Goed aandrukken allemaal, goed aanwrijven. Goed vast. En nou zie je, nou heb je er al twee in elkaar. En je ziet, dat werkt al. Als je dat zo laat schieten. Nou moet je die er op dezelfde manier natuurlijk opdoen. En daarbovenop, ook met een plakbandje, een pingpongbal. En die beschilder je leuk, zodat het een beetje griezelig poppetje wordt. Nou, dan zet je dat in een doosje. Hier heb je mijn doosje van daarstraks. En dat pak je in en je drukt dat goed in elkaar. Nou, dit kun je waarschijnlijk niet zien, maar je snapt wel wat de bedoeling is. Dan doe je de deksel dicht en dat plak je met een plakbandje dicht of met een touwtje. En dan vraag je degene die het openmaakt of hij dat maar niet het beste even kan doorknippen. En dan, tjoep, dan springt hij eruit. Nou, tot slot wens ik jullie allemaal nog een heel plezierig Sinterklaasfeest. Misschien wel mede zo plezierig vanwege het knutselgrapje. Tot over 14 dagen. Dag.